Yo mensen, FIFA Bowes hier en welkom bij deel 8 van deze serie. Huh? Bij deel 8 alweer? Ja, we zijn alweer bij deel 8! En ik heb weer een heleboel verkocht op de transfermarkt. En ik heb op dit moment 12.000 coins. Dus dat gaat best wel lekker alweer. En ik zie dat een aantal van mijn spelers geen goede conditie hebben. Dus dan koop ik even een team fitness. En nu zijn ze weer allemaal helemaal fit. Zo makkelijk gaat dat. We gaan weer een wedstrijdje spelen. Hij heeft een best wel chill team volgens mij. Geen idee waarom Arie in de spits staat, maar dat maakt niet uit. Dit is mijn eerste wedstrijd met Van Persie. Hopelijk speelt hij goed de eerste wedstrijd. En kan hij een paar mooie goals maken. Let's go, eerste helft. Ja, hier is hij al met zijn eerste kans geboomd. Boy, dat was best wel ver naast, maar mooi schot. Ja, volgende kant dan weer met Sneijder. Ja, kaboom van afstand. Die vloog bijna de kruising in. Ja, wat denk jij? Jij komt hier zo praten met de jong? Wow, Inas en kaboom. Oei. Kop hem. Ah, dat was best wel een slechte kopbal. Depay. Jij kan wel rennen. Ja, Persie. Oh, dat hij die mist, joh. Het was ook buitenspel, maar dan alsnog. Oh, van Persie misschien nu dan, kaboom. Oh, de bal. Oh nee, die had hij moeten scoren. Wat een kansen heb ik allemaal. Hij moet er toch een keer gaan. Hier is Van Persie alweer. Boom. Oh, wat een slecht schot. Die gewoon recht op de keeper. Nee. Nee, die kerel heeft één kant en meteen scoort hij. Wat een lukker. Ik heb al zoveel kans gehad en die Van Persie scoort er maar geen één. Nou, kom op Van Persie. Misschien nu dan. Boom. Oh nee, staat Sneijder in de weg. Oh, dan moet Sneijder het maar doen. Kaboom. Ah, die keeper. Oh. Kijk dan, die kerel heeft één schot gehad en ik heb er 9 gehad. En die kerel staat gewoon voor. Oh, ik kan hier echt zo slecht tegen, joh. Hopelijk kan ik de tweede helft nog scoren. Ja. Nou, Van Persie weer, hoor. Ja, hij is er door. Kaboom. Oh, weer die keeper. Kom op, Van Persie. Doe dan. Wat zag je dat? Die grensrechter lachte mij gewoon uit. FIFA mag mij gewoon niet of zo. Ik speel ook ultra vallend, dus hij is er echt zo door. Nee. Oh, laat het niet bij. Nee. Oh, dat scheelde een heel klein stukje, maar gelukkig zat hij niet. Ah, oh, penalty! Die kerel raakte niet eens de bal. Oh, ik word zo genakt deze wedstrijd. Dit is niet normaal. Nou, gooi hem weg, Sillessen. Ah, oh, nee, niet naar hem. Oh, nee. Oeh, nou, daar heb ik ook een keertje mazzel in deze wedstrijd. Nou, waarschijnlijk mijn allerlaatste kans. Geplaatst schot. Oh, nee, weer niet raakt. Oh, ik heb gewoon verloren met 1-0. En de vorige wedstrijd mocht ik 8 packs openen. Maar omdat ik nu heb verloren, mag ik de helft maar openen. Dus dat betekent dat ik 4 packs mag openen. En kijk die stats dan. Ik was overal bijna beter in. Kerel heeft gewoon gewonnen. Wat een bullshit is dit. Misschien maken de packs mij weer een beetje blij. Pack 1. Kom op. Oh nee. Het is echt een vreselijke FIFA dag. Nou, ik heb wel Afflai. Die kan ik misschien nog een keer gebruiken. Jij mag in mijn club. Volgende pack. Messi, kom op. Oh, helemaal niks weer. Hij is nog wel een beetje waard. Dus die kan ik misschien nog wel iets meer voor krijgen. En alle contracten er natuurlijk weer opzetten. Kan de rest gediscard worden. En dan ben ik bij pack 3 beland. Het is weer helemaal niks. Wat heb ik aan deze packs? Alle contracten er natuurlijk weer op. En dit kan voor de rest weg. En dan ben ik bij mijn allerlaatste pack. Ik ga een neuspack doen. Misschien dat dat mij iets geluk brengt. Kom op, Messi. Nee. Oh nee, die packs die maken mij niet heel veel blij. Dit kan ook allemaal weer weg. Even kijken hoeveel Robben kost. Oh, die kost ongeveer 1,5 miljoen coins. Dus daar ben ik nog lang niet. Maar ik hoop dat je dit wel een leuk filmpje vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Samba do mundo!